Maurice Roemer, nu nog directeur van Self Reliance, wordt morgen beëdigd tot governor van de Centrale Bank van Suriname. Even leek het erop alsof de voordracht, die wordt ondersteund door de VSB, ASFA, de Surinaamse Bankiersvereniging en de vakbond, op losse schroeven stond. De regering had ook een andere kandidaat voor de hoogste functie binnen de moederbank, namelijk registeraccountant Michael Lutschman. Maar het is nu officieel. President Desiree Bouterse benoemt Maurice Roemer morgen tot governor van de Centrale Bank van Suriname. Het antecedentenonderzoek van Roemer is positief bevonden. Enkele formele zaken worden nog afgerond door het staatshoofd.